Vandaag vindt de Betuwse fruitrally plaats. In Tiel en in Betuwe zelf. We hebben hier mooie, prachtige auto's staan en we gaan wat mensen interviewen. En ik hoop ook wat jongeren tegen te komen. Wat vinden jullie nou de mooiste auto hier? Ja, staat wat verder achterin staat er een hele mooie Lichtenwein 42Z. Ja, super mooi. Ben je het daar ook mee eens of heb je meer een andere keus? Nee, ik ben het wel mee eens met de oude Japanners. Die zijn mooi. Het was eigenlijk een laatste minute ding dat ik hierheen kwam, maar ik vind het echt super gave auto staan hier. Het leuke van de Betuwse fruitrally is dat we in Nederland diverse rallies hebben rijden. Rallies op snelheid, maar ook eentje voor met een toeristische route door een prachtig gebied. Wij hebben hier in de Betuwe natuurlijk prachtige fruitbomen staan die nu ook in bloesem zijn. Dus de organisatie Hart van Tiel met als startpunt hier in Tiel, Fruitstad aan de Waal, leek het ons heel aardig om dan ook in het leven te roepen de Betuwse fruitrally. Waar we bij staan is een Ford Model T. En dat is een auto van 1925. En wat bijzonder is... Vrij oud. Ja, bijna 100 jaar oud, ja. Wat bijzonder is, vind ik twee dingen aan deze auto, is dat wij er echt veel mee rijden. Relatief rijden we heel erg veel. Van de carrosserie is er maar één uitvoering in Nederland. Dat is wel een heel mooi geluid. Ja, het is een 4-cilinder motor, 2,9 liter. En heb jij zelf een idee hoeveel pk hieruit komt? Ik ben helaas geen autokenner, maar ik heb geen idee. Nee, gok. Nou, leuk dat je zeg maar ergens rond de 21, 22 pk moet hier wel uitkomen. Ja. Welke denk je dat hij het mooiste vindt? De Aston Martin. Wat vind je zo mooi aan die auto? Nou, ik vind het toch een auto die er eigenlijk rustig uitziet, maar dat het toch wel een hele mooie dure auto is. Wat je er eigenlijk niet helemaal gelijk van afziet eigenlijk. Als je links en rechts bij sommige auto's kijkt, dan zijn er ook de kids die echt wel ook heel geïnteresseerd zijn in wat voor motoren er onder de motorkap liggen en dat soort zaken. Ze zijn niet ruim voor Theo, maar ze zijn er. En ik weet, ik heb het zelf al met eigen ogen gezien, dat ze erg geïnteresseerd zijn in deze tak van sport. En er zijn zelfs deelnemers die hun kinderen meenemen in de auto. Ga je straks zelf ook rijden of dat niet? Ja, ik doe mee met de kleine rit van 40 kilometer. Maar dat wordt een beetje spannend, want ik moest de route downloaden. En die krijg ik niet zichtbaar op mijn telefoon. Dus ik denk dat ik me gewoon achter iemand aanrijd. Dus als die fout gaat, ga ik ook fout. Maar goed, ik weet in ieder geval wat het eindpunt is. Dat is hier. En dat weet ik te vinden. Zometeen gaat de start beginnen van deze auto's. Ik ben blij dat ik alle auto's heb mogen zien. En dat we ook heel veel auto's hebben mogen bestuderen, ook van binnen. Maar we gaan vandaag nog een prachtige dag ervan maken. En ik wens jullie een hele prettige dag toe.